Hey jongens, gaan we lekker biceppen! Hey. Ik wil vandaag eens een beetje een item maken over het golven op een festival. Het kan gewoon. Kan gewoon, hè? Het kan door. Maar het is hier wel echt fantastisch. Jax met zijn mooie hanekam. Een hele goede morgen, vrijdag. Misschien hebben jullie het wel gezien in de vlog van... De laatste vlog in ieder geval. Dat we, ja, hier dus met een auto in huis staan. Denk je nou, leuk hoor. Mijn man die houdt van autorijden en van auto's. Ik heb er alleen in huis gelukkig geen last van. Nou wel dus. Want ik zit hier nu dus met deze auto in huis. Maar goed. Ik ben nog steeds heel erg benieuwd wat Jola ervan gaat vinden. Maar ik weet nog niet wanneer die thuis komt van opa en oma. Dus nog heel even afwachten. De rest van de dag staat in het teken van Mr. Jax. Want ik ben dus bijna zover dat hij een heel flesje uit... heel stuk melk uit de flesje drinkt. Gewoon melk uit de flesje drinkt. Bijna. Gisteren heeft hij ongeveer 30 milliliter uit de flesje gedronken, maar meer had ik ook niet gegeven. Dus ik ga vandaag een hele fles proberen en dan ga ik echt met een opgerucht, jeetje Disna, met een opgelucht hart morgen naar Mysteryland. En dat gaan jullie dan ook zien in deze vlog. Dus it's gonna be a party vlog. Oh ja, ik heb er vet veel zin in. Oh. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer heel erg moeilijk. Want ik wil Jax gewoon eigenlijk helemaal niet alleen laten. Niet eens 5 minuten. Niet eens een uurtje. En al helemaal niet een hele dag. Maar goed. Hè? We moeten ook weer eens een keer zelf iets ondernemen. Dat is goed voor deze mama. Gaan doen morgen, mensen. Ik wil bij jou blijven. Ik had iets heel erg leuks bedacht, namelijk een leuk jurkje. Maar dat gaat natuurlijk niet met afkolven zoiets. Want dan moet ik dus met die slang helemaal hier onderdoor. Kieboe. Kieboe. Ik ben erover uit. Het wordt gewoon dit jasje, want dit is lekker warm. Het is een beetje suède stofje. En het beweegt lekker. Ik had ook nog deze, die is natuurlijk super cool. En ook heel warm. Maar dan blijf je gewoon haken als je langs mensen gaat. Dat ken ik wel. Truitje, rokje en deze erbij. En dan denk ik volgens mij dat ik best wel met blote benen kan. Ja toch? Mama wil niet weg bij jou. Ja. Zie je mijn bil? Bijna. Iets lager, liefje. Nou, er staat hier iets. Wat denk je dat het is? Heb je al een idee? Een auto. Trek maar. En? Hoe vind je die? Fit. Oh. Ze moet bijna huilen volgens mij. Oh, liefie. Oh. Moet je huilen? Oh, liefje. Oh, dan moet ik ook huilen. Ik weet toch wel hoe ik dat wou. Oh, liefie. We hebben nog dezelfde kleur. De oplader. Later. Nou, ga maar even zitten. Het is echt een test van jou. Hij slipt zelfs helemaal. Ik moet hier wel even weg. Dit is de eerste keer dat je auto rijdt, joh. Ja, vet hè. Ruimte aan de voorkant. Nee, dit jaar. Ja, sorry. Hé, maar Jola, je moet hem wel delen, hè. Met wie? Jax? Ja, met wie denk je? Jax? Ja, met Jax. Maar die gaat toch later? Ja, later. Hier kan de stopcontact in. Nee, daar is het, dat is de accu. De laadkabel gaat hier, net zoals bij mijne. Oké. Okay. Ik ga even voor morgen groentehapje maken voor Jax. Is het genoeg, denk je? Hallo, goedemorgen. Daar ben ik dan.
I'm ready to go. Oh, Yola die is er ook. Dus ik doe zo nog heel even die andere outfit aan die ik gisteren bedacht had. Het rokje. Shirtje hier overheen. Dus dan kan ik dat prima gewoon zo even wisselen. Kof in rugzakje. Andere spulletjes hierin. I'm ready to party. Ik moet mee party. Ja. Oh. En je hebt wel een leuke nieuwe outfit. Ja. Van Petrol heeft ze die gekregen. Heel erg leuk. Een back to school outfit. Lippenstift. Hij is wel heel fel, joh. Ik denk dat Yola later een beauty YouTuber wordt. Outfit number 2. Zo, we are on the way. En het weer is super. Ik kan nog vloggen zonder paraplu. Kirsten heeft wel voor de zekerheid fancy paraplu mee. En nou, we gaan met die banaan. Ik heb er zin aan. Hoppa. We was natuurlijk weer even zoeken naar het parkeerterrein. Blijkbaar weet niemand waar het is, maar we hebben hem gevonden. Blondje en blondje. Daar gaat hij, de eerste. Rosé. Bam. We hebben een best drukke agenda, vooral in het begin. Ik ga jullie inhoudelijk een beetje iets over elke plek vertellen. Hier worden alle artiesten van de mainstage, dus alle grote artiesten die vandaag draaien, die komen hier binnen. Die komen, want we hebben een aparte route, waar dus bezoekervrij snel gereden kan worden. Die artiesten komen vaak met privéjets, met een heel drukke agenda binnen. Die komen draaien en moeten ook heel snel weer weg. Dus hier kunnen ze iets eten, iets drinken. En vervolgens gaan ze dan met dit kleine bootje naar de mainstage. Wij wilden ook met het bootje gaan, maar het gaat niet lukken, we zijn iets te veel mensen. Ja. En dan komen ze vervolgens weer hier terug om weer het volgende vliegtuig te pakken. Ik ben inderdaad een tijdje gedaan, ik ben verantwoordelijk voor commercie. Verschillende partners op het terrein, waaronder de Heineken, Coca-Cola en nieuwe partijen op het casino. Dus daar kan ik jullie straks wat over vertellen. Ik doe hele toffe dingen namelijk met hun. Daarnaast samenwerking met horecapartijen en misschien wel de belangrijkste samenwerking die we hebben, de samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. We hebben dit jaar echt iets unieks van de grond gekregen, namelijk samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Echt met ondersteuning vanuit de gemeente. Favoriete plekje al, wat was het hier leuk vorig jaar, jongens.
Oh, in de zon. Wat was het geweldig. Hier zie je gewoon hoe relaxed het is alles. Heerlijk. Heel relaxed. Ja, ik vind het ook lekker. Het is leuker dan vorig jaar, vind ik nu. Ja, het is wel leuker. Ja, het is iets groter. Ja. Gemberthee wil. Gek mens. Oké, ik ga mijn kolf uitpakken, jongens. Op de camping. Een beetje rustig hier, dus ik dacht, misschien een goed moment. Thank you.
Hier. Dit moet je betalen. Je moet betalen. Ja. Ik wil heel graag nu gewoon naar Jax toe gaan en hem knuffelen en zo. Maar ik moet even koffen. Dus ik zit heel even echt vast aan het stroom. Echt lege. Niet alleen maar om de alcohol uit mijn lichaam te krijgen. Maar dus ook om niet, gewoon echt een slechte productie te krijgen. Ik ben hier de hele dag zo'n beetje aan het afkoffen geweest. Ik had net gelezen dat het 2 uurtjes duurt per drankje om het uit je lichaam te krijgen. Ze nou gewoon toch nog even broccoli gemaakt hier. Zeker. Zo, doe maar man. I am zo brak. Yes, are you so brak? Yes. Ik vind Mysteryland en Tomorrowland wel echt 2 allervetste festivals die er zijn hoor. Inderdaad, Tomorrowland is wel... Dat vind ik de allerbeste, omdat dat gewoon heel groot is. Mysteryland is voor Nederland wel echt De allervetste. Ja. Maar ik denk dat ik volgend jaar wel weer echt naar de camping wil. Ja. Ondanks dat ik wat ouder ben, vind ik dat echt heel veel sfeer hebben. Valt allemaal mee hoor, want jij bent schat. En Mysteryland is best wel groot en ook nu weer heb ik echt zoiets van met 1 dag. Je hebt er gewoon nog niet genoeg van na 1 dag. Het gaat te snel. Er is ook te veel. Je ziet te veel. Het is te leuk voor 1 dag. Het is net zoals een kind in Disneyland. 1 dag, dan kan je niet alles zien. Het is 8:15 en wij gaan slapen. Bedankt. Ik slaap al. Bedankt voor het kijken. Tikke duim omhoog en abonneer hier beneden. Later! Rock that joint.